ben Kim en super leuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. Het is even een tijdje geleden dat ik mijn kast heb uitgeruimd. Mijn kledingkast om precies te zijn. En ik dacht van, hey, ik ga lekker opnieuw organiseren. Ik ga alles opnieuw uitzoeken en wat ik waar wil hebben. Want ik merk bijvoorbeeld, ik ben best wel klein voor mezelf. Ik merk namelijk de dingen die ik echt nodig heb liggen bijvoorbeeld op een verkeerde plek. En waar ik echt moeite voor doe om moe bij te komen. Dus in deze video ga ik opnieuw mijn kledingkast organiseren. Inrichten, alles uitzoeken, ga zo maar door. Dus laten we gewoon heel gauw beginnen. Dit is trouwens mijn kledingkast voor de mensen die dat nog niet wisten. Maar zoals je kan zien, ik ga nou even gewoon normaal langs. Dit is mijn kledingkast en hier hangen eigenlijk allemaal dingen. Dat wil ik weg hebben, want ik word er helemaal gek van eigenlijk. En ik prop het er eigenlijk in omdat ik verder echt geen ruimte heb op mijn kamer. Nu is Jeffrey ook bij mij, dus dit is er ook. Dus ik moet het even handig gaan oplossen. Daar liggen mijn sportkleding. Hier hangen al mijn blouses, jasjes, mijn danskleding wat ik ooit aan heb gehad. Hier staan normaal mijn tassen. Maar er liggen nu ook andere bullshit wat ik niet meer gebruik. En daaronder liggen ook weer sportkleding, mijn sokken en mijn bikinis. Dus laten we gewoon echt eerst met dit gaan beginnen, want dit wordt ook een hele uitdaging. Ik heb hier al mijn truien, maar ik heb zoveel truien dat ik hem hier ook heb neergelegd. Dus dit moet ik ook even allemaal hoe noem je dat? Je snapt wat ik bedoel. Dus laten we eerst met deze kant beginnen. Ik weet oprecht niet waar ik moet gaan beginnen. Maar laten we het gewoon doen. Ik ga alles hier op mijn bed dumpen. Daar staat mijn camera nu ook op, dus let's go. Shit. Ik heb echt... Oh, er ligt zelfs nog weer dingen. Top. Oké, ik ga dit denk ik eerst even organiseren. En dan... ik moet gewoon alles in één keer eruit halen. Nee, ik ga het gewoon stap voor stap doen. Ik heb hier truien. Ik heb truien. Nog een trui. Die heb ik heel vaak nodig. Shirts heb ik ook best wel vaak nodig. Ook weer een shirt. Ook weer een shirt. This is de binnenkant van deze kant opgeruimd. En vooral dit gedeelte, want hier had ik echt geen overzicht meer. En ik heb hier nu al mijn shirts, ik heb hier al mijn sport-BH's, ik heb hier al mijn leggings en daarachter al mijn truien. En dit in het midden, en dat gebruik ik niet heel vaak, dus dat heb ik lekker achteraan gegooid. Ik heb dit een beetje gereorganiseerd, of hoe je het ook allemaal wil noemen. Want ik heb nu al mijn jasjes bij elkaar, tot en met hier. Dit is een half jasje. Zoals je ook kan zien. En dan heb ik hier al mijn blouses. Hier hoort officieel nog een broekje bij, maar die komt later. Al mijn blouses. Ik heb hier even een dikke trui. Want ja, die past natuurlijk niet in mijn eigen kast. En dan heb ik hier al mijn danskleding die ik ooit de afgelopen jaren aan heb gehad. En hier heb ik een sportoutfit die ik niet heel vaak aan heb gehad. Dus die doe ik lekker bij de sportafdeling. Ik heb dit ook gelijk even opgeruimd. Want dit was ook echt een en al bende. En dit lag er ook allemaal in. Die tas is kapot. Dit gebruik ik niet meer. En dit qua kleding heb ik er ook uitgehaald. Ze zijn eigenlijk allemaal een beetje... Ja, hoe moet ik ervan zeggen? Kleding die ik niet of nooit heb aangehad. En die twee bakken hieronder, die waren al best wel zo goed als netjes. Dus... Ik vind dat deze kast nu helemaal perfecto is. Ik heb het niet heel erg opnieuw ingedeeld. Alleen ik heb dit even op volgorde gedaan en dat heb ik een beetje veranderd. Maar that's it. Dus deze kant kan nu dicht. Zo. En dan gaan we door met het ergste van het ergste. En dat is deze kant. En ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat vormgeven. Mijn hemel.
Laten we gewoon alles eruit pakken. Holy shit. Bizar. Dit zijn al mijn truien die ik heb. En ik moet denk ik ook wel even een selectie gaan maken, want ik pas niet alles. Oh, dit is zelfs een shirt, joh. Seems like every time I get ahead. List.io. We zijn even 10 minuten verder. Ik heb aardig doorgewerkt. En dat kan je denk ik ook wel zien aan mijn kast op dit moment. Als die even mooi gaat scherpstellen natuurlijk. Hier heb ik al mijn truien in zitten. Ik weet niet hoe ik dit het beste kon indelen. Dus ik heb het eigenlijk een beetje schuin en gewoon recht gedaan. Hier heb ik mijn hemdjes liggen. Mijn uitgaanskleding, mijn bodies. Daarachter heb ik nog een trui liggen wat korter is. En daarachter heb ik allemaal korte shirtjes. Ja, dat zie je niet op dit moment. Maar ja, dat. Dan heb ik hier mijn slaapkleding. Mocht ik dat nodig hebben, ja of nee. Heb ik hier allemaal korte, nou ja, korte zomertopjes, om het zo te zeggen. Die wat korter zijn. Hier heb ik al mijn shirts. En er is ook heel wat uitgegaan, zoals je hier kan zien. Nou, hierachter heb ik de truien van Jeffrey neergelegd, want ja, die moest eigenlijk ook wel een plekje hebben. En hiervoor mijn, hoe zeg je dat, kooltruien en dat soort dingen. Want ja, de winter komt er natuurlijk aan, dus die heb ik lekker vooraan neergezet. En ik heb even mijn broeken opnieuw gestapeld. En ja, het ziet er wel in ieder geval veel beter uit. En ik heb hier heel wat kleding liggen en dingen wat naar zolder gaat. Ja, topjes, shirtjes wat ik niet draag. Dit ligt echt al eeuwen in mijn kast. Dus ik dacht van ja, ik ga het er nu gewoon uitgooien, want ik doe er toch niks mee. En zoals je hier achter mij ziet, heb ik heel veel dingen wat naar zolder gaat en of wat weggaat. Dus ik heb in ieder geval lekker goed mijn best gedaan. Ik ben ook echt wel kapot. Ik heb het zo warm. Terwijl het buiten helemaal niet zo heel erg warm is. Maar in ieder geval, dit was mijn video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het is een beetje een andere video dan normaal. Lekker veel getimelapsed en dat soort dingen. Maar ja, hè. Alles ken. Dankjewel voor het kijken en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei!